dag nog een keer. En misschien een derde kindje. Mensen denken wij zijn power couple die nooit ruzie heeft. Dus ik deed die huwelijksaanzoek. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van ons. Het is echt lang geleden, hè, dit. Nou, wij hebben eten besteld. Ik heb hier een broodje Luna. Mustafa heeft een broodje Adana. We hebben rijst, tjadjik, pepers. Nou, we houden van pittig zoals jullie zien. Citroen, Fanta, nice. Green tea. En ik dacht, het is wel leuk om weer een video op te nemen samen met Musti, want er is mij heel veel gevraagd. Ja, quarantainelijf, as you know. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. En ik dacht, in plaats van dat ik een normale Q&A opneem, ga ik alleen de vragen aan Musti stellen. En het gaat voornamelijk om romantische vragen. Dus ik ben benieuwd, ik ga even hier zitten. Laat mij jou vragen. Nee, ik ga jou vragen. Ja? Romantische vragen. Nou, ik ben echt zo benieuwd wat voor antwoorden jij hebt. Hoeveel vragen doen we? Weet ik niet, we zien wel. Aan de hand van hoe wij aan het eten zijn en zo. Ik krijg even mijn broodje hier. Vraag nummer 1. En ik heb ook geen zin om dit te knippen en te plakken, dus we gaan gewoon spontaan door. Let niet op onze tafel, we zijn niet helemaal romantisch voorbereid. Maar oké. Vraag nummer 1. Hm. Wat is ons liedje? Wat is ons liedje? Ja. Is dat een liedje die oh na na, die challenge die we komen? Die oh na na na. Dat zeg niet. Is dat echt ons liedje, Moes? Nee, serieus? Laat me even nadenken. Hebben we eigenlijk überhaupt een liedje? Nee, je hebt de rare muziek smaak. Nee, ik heb dat. Nee. Ons... Nee, we hebben gewoon geen één liedje dat ik denk van. Dit is echt ons nummer. Nee. Ik heb bijvoorbeeld met mijn vriendinnen heb ik echt liedjes dat ik hoor een nummer dat denk ik, dit is echt een nummer van mij en mijn vriendin of zo, weet je wel. Maar met Moes heb ik dat niet. Heb jij ooit een liefdesbrief geschreven? In je leven? Niet een brief, maar wel een tekst naar jou toe. Wat voor tekst? Wanneer we wel eens ruzie hadden. Ja. Liefdesverklaring als liefdesbrief, oké. Hoe kom je in de vraag? Gewoon, heb ik gevonden. Wat is dat ene ding aan onze relatie dat jou het gelukkigst maakt? Ben benieuwd. Van ons twee? Ja, nee, van jou en die buurvrouw die aan die kant woont, die we niet hebben. Vraag nog een keer. Wat is dat ene ding aan onze relatie dat jou het gelukkigst maakt? Normaal gesproken moet ik snel antwoord geven, hoe langer ik na. Nee, maakt niet uit. Dat jij nooit saai bent. Nee? Nee. Vind je me gezellig? Ja. Ja? Dat is heel lief voor jou. Oké, we gaan verder. Waar zie jij ons over 5 jaar? Nou, nu ben ik benieuwd. Thuis, door de quarantaine. Gaat nog 5 jaar duren. Maak je een grap? Nee, waar zie ik ons over 5 jaar? Mm-hmm. Weet ik veel waar ik ons zie. Ik zweer. Persoon mij is die vraag. Waar zie je ons over 5 jaar? Ik zie ons als zakenpartners ook. Nee, mag ik die antwoorden? Mag ik de vraag nog een keer antwoorden? Ja, doe maar. Ik wil de heel verhaal vertellen. Mijn moeste is echt zo niet romantisch, blijkbaar. Jawel, kijk, ik zie ons over 5 jaar. Mij op tv, ja. Voetballen. Ja. En jou voor de camera. Met je camera. Vlogs opnemen. Nee? Oké. Okay. Ik zie ons over 5 jaar dat we samen gewoon carrière hebben gemaakt, maar ook samen, want wij willen samen iets gaan doen. Dat ik zie ons daarin best wel ver komen en ik zie ons in veel grotere huis wonen. Je weet wat onze dromen zijn en doelen zijn. Ja, en misschien een derde kindje. Grapje. Ja, misschien ook 5 jaar. Nee, we willen allebei geen derde kind, dus... Misschien wel. Ja, ik denk dat jij het eerder zou willen dan dat ik het wil. Gewoon altijd, je bent altijd heel nuchter over die vraag. Als ik zeg over een derde kind, zeg je ja, misschien in de toekomst zal er al. Ik zeg van nee, ja. But we shall see. Dit is een leuke vraag, jongens. Wat zou jij niet doen voor mij? Je vlog overnemen. Voor een week of zo. Als jij mij dat zou vragen. Ik heb het hem wel eens gevraagd, hij heeft het geweigerd. Oké, is dat het enige? Zou je voor de rest alles voor me willen doen? Ja? Zelfs als je zegt... Dood diegene zou ik ook doen. Ja.
Dat is heel lief van jou. Ik ben gelukkig ook. Wil ik niemand dood hebben. Mij wel. Nee. Soms als er is, ja. Ja, maar niet letterlijk dood. Ja. We hebben wel eens ruzies hoor. Mensen denken dat wij nooit ruzies hebben. Mensen denken wij zijn power couple die nooit ruzie heeft. Couple girls. Even kijken, wat betekent liefde voor jou? Liefde is voor mij, thuis, kinderen, gezellig. Je weet toch, eten met z'n allen. Ja. Dat is liefde. Is dat de enige? Ja, gelukkig zijn. Maar ja, wat is dan weer gelukkig zijn? Wanneer ben je gelukkig? Dat zijn zulke... antwoorden. Ben je op dit moment gelukkig? Ja, ik wel. Ja? Jij niet? Jawel, ik ben gelukkig. Je kijkt me zo aan van ja, vraagteken. Ik zag die vraagteken hier. Nee, ik denk dat wij... wel een... Jij moet mij die vraag stellen. Je gaat nu ook antwoord geven. Nee, maar ik denk dat wij afgelopen 6 maanden heel gelukkig zijn geweest. Ongeacht dat we zeg maar best wel moeilijk hadden qua verhuizen. Ja. Ik denk dat we wel echt gewoon heel sterk zijn geweest samen. True. Mm. Daar ben ik het met je eens. Wat is jouw beste herinnering aan ons? Vakantie Marmaris. Dat is de leukste vakantie. Normaal heb je wel altijd van vakantie. Je krijgt wel irritaties of zo, wat dan ook. Maar dat was echt een vakantie. Ja. Wat gewoon top was. Geen ruzie. Klopt. Gezellig. Mm-hmm. Geen moment gehad van waren we maar thuis of even wat. Mm. Dat vond ik. Oké, dit is een leuke vraag. Wanneer ben je voor het eerst verliefd geworden op mij? De eerste date. Dat je me eerste keer zag. Dat had ik ook met hem. Want het heeft wel een paar weken, maanden geduurd voordat wij elkaar hebben gezien. En van mijn kant was het echt meer van, ik wil het niet of zo. Ik weet niet wat er precies was. Maar dus jij wil zeggen dat ik jou heb gedwongen? Mm-mm. Nee, maar ik heb je in het begin wel genegeerd. Ik was gewoon nog niet verliefd op je. Nee, maar daar heb ik het ook niet over. Ja. Maar bij mij was het wel gelijk wat ik dus wil zeggen. Is in het begin, omdat ik hem nooit in het echt had gezien, had ik zoiets van, ik weet niet of dit wat wordt of... Ik weet niet. Maar toen ik hem dus voor het eerst zag, toen was het wel gelijk van, oké, je bent gewoon veel leuker in het echt. Heel spontaan. Wat dacht je toen, hè? Nee dan? Nog steeds. Oké, volgende vraag. Wat is het beste compliment dat je ooit van mij hebt gekregen? Dat ik de beste papa ben die je bestelt. Ja, en dat je mooiste man bent. Ja. Maar wat mij is bijgebleven is beste papa. Ja. Ja, maar dat vind ik echt. Ik vind jou echt de beste papa. Echt waar. Ik zou echt geen betere vader kunnen wensen voor mijn kinderen. Ja, maar het is echt zo. Oké, waarom werd je verliefd op mij? Was het door mijn uiterlijk in het begin? Of ja, was het door mijn karakter? Je karakter en innerlijk kende ik nog niet. Maar het was gewoon meer uiterlijk en hoe je voelt was gewoon die hele dag. Ja? Zeg maar, die klik. Die klik moet je voelen, toch? En dat was er gewoon. Wanneer vind je mij echt heel irritant? Hoeveel mag ik er opnoemen? Mag ik er 1 opnoemen of meerdere? Meerdere. By the way, dit is geen romantische vraag, maar die gooi ik even ertussen. Maar dit vind ik wel leuk. Nou, vertel. Als jij soms iets tegen mij zegt, wat ik zeg maar niet goed heb gedaan. Ja. Wat je eigenlijk ook niet doet. Bijvoorbeeld 1 voorbeeld met kleren. Want ik gooi zeg maar altijd mijn kleren rechts en links van het bed. Omdat ik denk, morgen doe ik hem wel weer aan. Niet dus. Maar goed, dan doe ik dat en dan zeg jij daar wat over. Ja. En ik zie soms ook wel eens kleren van jou rechts en links op de grond. Dus dan denk ik bij mezelf van, je corrigeert mij, maar je doet zelf ook. Nee, maar bij mij is het zeg maar zo. Oh, nog eens. Nee, dat mag ik alsjeblieft zeggen. Ja. Dat mocht ik iets neerleggen, dan is het ook echt de volgende ochtend gelijk opgeruimd. Maar bij jou, je hebt een hoekje gevonden in onze slaapkamer en het stapelt zich zo op. En nog iets, ja? Dat je met je jas binnenkomt, ja, dat je klopt. Jas dat in is de keuken of op de eettafel, wat dan ook, dat je hem daar laat slingeren. Terwijl ik je altijd heb gezegd, als je binnenkomt moet je gelijk je jas ophangen. Dat is ook echt irritant en je hebt knoflook op je neus. Ze probeert te verstoppen, maar lukt niet. Je hebt nog steeds hier. Wacht, ik wil nog doorgaan, deze vraag is leuk. Ruis. Mijn telefoon is uitgevallen, dus ik heb geen vraag meer. Dan moet je het even uit je hoofd doen.
Volgende vraag misschien. Stel je voor, jongens, ik doe de vragen even uit mijn hoofd, want mijn telefoon is uitgevallen. Stel je voor, we zouden nog een keer een romantische reis maken. Waar zou je naartoe gaan met mij? Ik denk dat heel veel Malediven zouden zeggen, maar ik denk dat wij daar beide niet gelukkig van worden. Nee, omdat wij zeg maar meer dingen willen zien, daar is echt ontspannen. Ja. Dubai denk ik, ik weet niet, ik heb echt iets met Dubai. Ik weet niet, ik vind het zo leuk dat ik van... Vond je het leuk toen hè? Ja, safari. Ja, dat is echt leuk hè? Gewoon... We hebben het ook echt romantisch ervaren. Ja, ik vond het echt leuk. Dat zou ik wel, dat weet je ook. Zo'n cruise tour. Op een boot? Op een boot, als je 7 dagen of 6 dagen of zo op zo'n boot bent met alles erop en aan. Ja, ik zou met jou echt naar Bali willen. Maar ja, dat weet je ook. We willen ook dit jaar naar Bali. Tenminste, we hadden naar Dubai geboekt. Dat hebben we dus nu geannuleerd. Of gaan we annuleren. Maar, want we zouden in mei gaan, als mijn zomerstop heeft. En daarna zouden wij naar Bali gaan. We zouden naar Dubai gaan met kinderen dit keer. En naar Bali zonder kinderen. Omdat het een verre reis is en we willen Bali echt gewoon met z'n tweeën heel goed zien, zeg maar. Maar dat gaat misschien dus ook niet door de corona. Nou, dit waren eigenlijk mijn romantische slash paar geen romantische vragen aan jou. Heb jij nog één vraag voor mij? Hoe ziet jouw ideale, perfecte huwelijksaanzoek eruit? Ik weet niet, je hebt toch als je vroeger zo'n kind bent, weet ik veel of wat dan ook. Laat ik het zo zeggen. Ik ben daarin, zoals je weet, ben ik daarin heel nuchter. Dus ik, zelfs voordat wij gingen trouwen, heb ik nog tegen jou gezegd, ik hoef geen bruiloft. Ik heb nooit echt een bruiloft gewild. Ik hoefde niet per se in de witte jurk. Ik hoefde geen grote feest. Mm-hmm. Want ik vond het allemaal zonde van het geld. Maar hij wilde toch wel een bruiloft. Dus prima. Dus huwelijksaanzoek heb ik ook nooit echt... hele grote dromen bij gehad. Voor mij is het allemaal hoe kleiner, hoe romantischer. Dus hoe simpeler, hoe gelukkiger ik ervan werd, zeg maar. Snap je? Bijvoorbeeld onze bruiloft vond ik ook te groot. Het heeft me wel echt, jawel, ik ben echt heel blij met onze bruiloft. Het was echt een van de leukste dagen uit mijn leven. Maar in de zin van, het had voor mij allemaal niet zo groot gehoeven, snap je? Dus, en je weet zelf denk ik wel hoe ik daarin sta. Maar mijn huwelijksaanzoek was ook veel mooier dan, ja, ik vond mijn huwelijksaanzoek echt heel leuk. Nee, maar ja, klopt. Ze stond een jaar lang geblesseerd, had zijn kruisband afgescheurd. En ging mij ten huwelijk vragen. Maar het was echt zo'n mooie romantische uitzicht en zo, ja, zeg maar. Dus ik deed die huwelijksaanzoek. Dus ik zei het in het Turks. Ik wist niet. Door stress vroeg hij mij ten huwelijk in het Turks. Ik bedoel. Door stress. Maar jij zei dat. Ja? Dus ik stelde het voor, zeg maar. Of ik zei het. Voordat ik het. Ik had al superveel stress. Dus voordat ik eigenlijk klaar was, zegt ze meteen: Nee, niet doen, nee, niet doen. Dus ja, dan raak je nog meer in de stress. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Toch? Ja, zeker. Maar jij schaamde je meer. Daarom zei je nee, toch? Ja, omdat zeg maar best wel veel mensen om ons heen. En het was allemaal zo romantisch. Maar en zoveel mensen om ons heen. En ik schaamde me zo erg. Daarom zeg ik. Zeg maar, als we één op één waren of zo, dan had ik zoiets gelijk van ja. En toen had ik gezegd van nee, zet me niet in de picture. Ja, was echt grappig. Maar het was wel zeg maar veel mooier dan hoe ik het altijd heb gewild. Ja, dat wel echt heel romantisch aangepakt. Ook nog eens tijdens je blessure. Maar goed. Ja, dit was onze romantische quizvraag. Juist, zoiets kunnen we het noemen. En wij gaan morgen een andere video met z'n tweeën opnemen. Dat wordt ook weer een grappige video, denk ik. Niet dat deze heel funny was. Maar ik vond het wel echt leuk om even aan jou dit soort vragen te stellen. Want ik heb het je eigenlijk nooit echt gevraagd. Nee, ik vond het ook leuk. Kun je iets anders? Ja, toch? Ja. Nou, wij wensen jullie allemaal een hele fijne dag, avond, middag, ochtend toe. En blijf thuis. Blijf thuis. Volg het advies van de RIVM. 1,5 meter afstand. Juist. Don't forget it. Alsof wij 1,5 meter afstand. Ja, maar ja, wij ja, twee, dat is anders, ja. Nee, als je gewoon buiten bent, zorg gewoon goed voor jezelf. Al ga je niet naar buiten, zorg ook goed voor jezelf en voor je naasten. En bedankt voor het kijken. Dikke kus voor jullie. Duimpjes omhoog. Ciao, ciao. Bye, bye.